Goedemiddag vanaf de Schelling in vlog 2. In de vorige video heb ik al een beetje proberen te vertellen wat de nieuwe opzet is van Hondenlevens en wat de bedoeling is. Onder andere, want er zijn nog wel meer plannen. Maar die vertel ik later wel. En om jullie in de volgende... Ik wil jullie eigenlijk in de volgende twee vlogs een beetje wat sfeerbeelden geven. En ik heb hele leuke beelden van afgelopen zomer met Roefa. En over de dingen die we ondernomen hebben. En die wil ik jullie in de komende twee video's, denk ik, graag laten zien. Want Roefa gaat overmorgen weer naar huis. En dat, ja, ik ga dat natuurlijk wel missen. En dat waren gewoon hele leuke beelden. En Roefa wil dat ook. Dus die wil ik jullie in de komende twee video's laten zien. En dan wordt het, denk ik, steeds meer tijd om richting Spanje te vertrekken. Om haar lieve, mooie broertje te gaan halen. Ja, Roef en ik hebben afgelopen zomer meerdere mooie tochten gemaakt. Wandelend, met een rugzak op. Dat wil zeggen, ik met een rugzak op. Lekkere hapjes mee, drinken mee. En dan wel zo'n 4 à 5 uur onderweg zijn. De tocht die ik jullie nu laat zien was op Westerschelling. Zijn we de hele long way afgelopen. Dat zegt jullie waarschijnlijk helemaal niks. Maar dat is een prachtig mooi pad door bos, door duin. Helemaal naar West aan Zee. Hebben we daar nog even op het strand gelegen. En daar heb ik hele leuke beelden van. En die wil ik jullie nu laten zien. Veel plezier! En hoe mooi is dit. Midden in juli, schoolvakanties. En geen kip te bekennen. Dat is mooi. Lekker rustig aan. Roefa lekker snuffen. Heerlijk. Oh, en plassen. Dat moet ook gebeuren. We hebben nog geen kilometer gelopen en ik muur het zweet al op mijn rug. Het is dus ontzettend warm. Maar het is heel stil. Dat is grappig, want het is vakantie. En er is niemand te bekennen. Maar dat vinden we niet erg, hè Roef? Waar gaan we heen? Kom maar. Kom maar. Oh, er zijn wel muggen. Die zijn er wel. Oh, wat zie je? Enge takken. We lopen nu op een ruiterpad. Goed voor de beenspieren. Maar er is toch niks lekkerder dan dit. Heerlijk fraai in de natuur. Rugzakje om, hondje mee. En bewegen maar. Daar ruik je, Roef. Roefa. Luistert voor geen meter. Roefa ziet echt van alles. Ze ruikt van alles. Heel spannend dit bos. Oké, het verhaal van Roefa. Roefa is deze hele zomer bij me, iets wat ik heerlijk vind. En ze is de vierde hond op wie ik pas. Nadat mijn eigen hond is overleden, Boeken, 2 jaar geleden. Verschrikkelijk. Ik mis hem nog steeds. En dus vind ik het heerlijk om af en toe op andermans honden te passen. En deze zomer is dat Roefa. Roefa is een Spaanse hond. Kruising Mastin Espanol. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet niet wat er nog meer in haar bloed zit. Maar dat doet er niet toe. Het is een ontzettend mooie, grote, jonge dame. Ze is net een jaar volgens mij. En ze heeft nogal een geschiedenis. En niet zo'n leuke geschiedenis. Maar wel met een happy end. Roefa komt namelijk uit Spanje. En is daar met haar 2 broertjes als pup min of meer gered. Uit de handen van een Roma-familie die niet zo zachtzinnig met de beestjes omging.
Zachtzinnig is zacht uitgedrukt. Haar broertje Jojo is zwaar getraumatiseerd terechtgekomen in een Spaans asiel. Hij is bij die familie herhaaldelijk opgehangen aan zijn nekje. En net niet gestikt steeds, maar ondertussen werd hij verbrand met sigarettenpeuken. Echt te erg voor woorden. Rufa en haar broertje hadden ook brandwonden toen ze aankwamen in het Spaanse asiel. Ze waren zwaar ondervoed ook nog. Zaten onder de vlooien en de teken. Al met al één doffe ellende om zo je jonge leventje te moeten starten. Maar met veel liefde, goed voer, medische zorg zijn ze in het Spaanse asiel toch redelijk opgeknapt. Rufa was iets minder getraumatiseerd, leek het, dan haar broertjes. Hoewel ze, en dat merk ik nu nog steeds, behoorlijk wantrouwend en angstig is en schichtig voor vooral vreemde mensen. Mannen en kinderen met name. Ik merk dat echt. Maar ze is sinds februari, woont ze bij haar nieuwe Friese familie in Harlingen, bij Kitty en haar gezin. En daar doet ze het ontzettend goed. Ze is eigenlijk heel erg aan het opbloeien. Ze is lekker aan het puberen. Oh, ik moet even kijken welke... We moeten de paaltjes in de gaten houden, anders verdwalen we. Verdwalen op mijn eigen eiland. We moeten rechtdoor volgens Rufa. Rufa die snapt het. Rufa weet wat paaltjes inhouden. Echt bijzonder. Anyway, sinds februari woont Rufa bij haar nieuwe familie in Friesland. En dat doet ze het ontzettend goed. En omdat ze deze zomer niet mee kon op de boot, waar dan de hele familie is, werd mij gevraagd of Rufa deze hele zomer bij mij op de Schelling mag logeren. En dat vind ik erg. Nee, ik vind het heerlijk natuurlijk. Het gaat ook ontzettend goed met mijn jonge rode kater Hidde. Het is eigenlijk een feestje om naar te kijken. Ze worden steeds liever tegen elkaar en het speelt en het daagt elkaar uit. Maar goed, Rufa is nu een jaar. Lekker aan het puberen. Helemaal gezond. En daar horen we andere mensen. Zijn dat fietsers, Roef? Nou, maakt hem niet uit. Ik vind het leuk om te zien hoe die karakters zich ontplooien. Dat elke hond ook weer anders is. Qua karakter, qua uiterlijk natuurlijk. Maar dit is nu de tweede hiketocht die ik met haar onderneem. Nee, eigenlijk de derde, want ze is in mei ook nog een weekendje bij me geweest. En we gaan lekker met de rugzak op, sportschoenen aan, slippertjes mee, drinken mee, eten mee. En dan gaan we lekker een aantal uren, misschien wel een hele dag, op pad. En dat is eigenlijk ook wat ik met hondenlevens wil gaan doen. Auw! Muggen zijn er ook. Auw, shit. Mijn bedoeling is, als Rufa na de zomer weer heerlijk naar haar nieuwe familie gaat, om andere honden op te gaan vangen. Wat ik daarmee wil, ga ik jullie laten vertellen. Eerst gaan we even lekker wandelen. Door de paardenpoep. Ga je mee, Roef? Roef heeft het veel te druk met sporen achterlaten. Proost. Het is super warm, we moeten even wat drinken, even wat eten, even plaspauze doen. Een plaspauze, fietsers kijken. En een lekkere muesli-reep van de Jumbo. En wat nog veel lekkerder is, echte hondenkoekjes voor Rufa. Dat is lekker.
in het zicht. Hotel paal 8. Dat betekent, ik zal het jullie zo laten zien, dat we bijna op het strand zijn van Westerschelling. En dat betekent dat we lekker kunnen gaan ponzen. Afkoelen, zwemmen. Even wat eten, weer. En uitrusten. En dan gaan we weer terug over dit mooie pad. Oh, ik zie mooie buffels, die liggen daar in het meertje. Roeva moet eigenlijk even vast, want het is een fietspad, best wel druk nu. En Roeva kent de Nederlandse verkeersregels nog niet zo goed. Ik doe er eventjes vast. Kom maar hier, jonge dame. Joep. Joep. Oh, nou zit je vast. Terschellinger begrippen. Het mag er wel druk zijn op de Schelling. Maar wij hebben dan toch ook altijd nog een heel stuk strand voor onszelf. Cool, hè? Roeva vindt het ook helemaal te gek. En wij gaan ons lekker laten plonzen. Even afkoelen. De pootjes in de zee. En misschien ook wel wat meer. Van de Schelling. Afgekoeld en wel. Op de droge. Om weer terug te kunnen. Maar nu nog niet. En onze Roeva hier. Onze heldin. Durft niet te zwemmen. Ze wil wel het water in. Vindt ze hartstikke leuk. Beetje plonzen. Vooral met andere hondjes. Maar zwemmen? No way. Selfie-stick ook gebruiken als droogmolentje. In de schaduw. Even wat drinken en dan weer verder.
Nou, we hebben dus autopech. Ja. En zelfs het slepen wil niet. Ja, wat verdriet. En dan zijn we toch blij. Dat Saskia en Liesbeth. Dat ik daar met mijn handschoenen aan. Dat alles bij me. Nou, moeten we de laatste 2 kilometer naar huis gebracht worden. Maar ik heb vanaf nu officieel gewoon geen auto meer. Maar Roefa wel. Heb je vriendin in de buurt? Ja, daarvoor heb je vriendinnen. Wat een pech. En nu is de batterij echt op. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op ons YouTube kanaal. Dat vinden we super leuk. Dankjewel voor het kijken. Dag. Dag.